Hoi, ik ben Rick en ik ben elektrische engineer bij Van Raam. Vandaag ga ik je vertellen hoe je het Silent Electro systeem van Raam kunt herkennen. Het Silent Electro systeem is te herkennen aan 7 kenmerken en deze ga ik je nu allemaal uitleggen. Als eerste het Smart Display. Dit is het display op het stuur. Hier bevindt zich de aan-uitknop waar je het Silent Electro systeem mee aan kan zetten. De 3 ondersteuningsstanden waarin je de fiets kunt zetten. De accu-indicatie en de starthulp kun je er bedienen. Kenmerk 2. Heb je een Van Raam fiets met 3 wielen en een Silent Electro systeem, kun je achteruit fietsen door rustig achteruit te trappen en je zult merken dat de fiets achteruit gaat. Dan kenmerk 3. Elke Van Raam fiets met het Silent Electro systeem is uitgerust met een vrijwel geruisloze motor. Deze motor zorgt voor de trapondersteuning. Van Raam heeft een aantal verschillende motoren, waaronder de Silent motor en de Silent HT motor. Het 4e kenmerk van het Silent Electro systeem zijn de accu's. Van Raam maakt gebruik van lithium-ion accu's. Heb je een fiets met 2 wielen achter, dan zul je een Cube accu hebben. Heb je een fiets met 1 wiel achter, dan zul je slim accu's hebben. Het 5e kenmerk is de Van Raam trapondersteuning. Deze kan klantspecifiek ingesteld worden door de Van Raam dealers. Vanaf zomer 2020 is je Van Raam fiets met Silent Electro systeem een Smart e-bike. Dit is het 6e kenmerk. Je Smart e-bike heeft een Smart accu. Deze is verbonden met het internet en zal je van allerlei fietsdata voorzien. Je Smart accu kun je herkennen aan deze gele sticker. In de Van Raam e-bike app kun je deze fietsinformatie inzien, waaronder dat je een melding kunt krijgen van de accu als deze bijna leeg is. Heb je nu geen Smart accu, dan kun je de Van Raam e-bike app ook gebruiken als je een fiets hebt vanaf zomer 2016. Het 7e en laatste kenmerk is de automatische verlichting. De verlichting gaat automatisch aan als je je fiets met het Van Raam Silent Electro systeem aanzet. Nu kun je het Van Raam Silent Electro systeem herkennen. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Like en subscribe en tot de volgende video.